Nee, het was een van mijn mooie actie weer. Ik dacht meer dan 35 vriendschappen zoeken vanochtend ineens. Ik denk, ja, allemaal tromp, jongen. Allemaal tromp. Ik denk, wat is dit nou? En al veel geleerd? Ja, mensen, we zijn hier momenteel aanwezig op de UT in Enschede. We zijn hier momenteel met 5 man en we worden bewaakt door 3 beveiligers. Nee, overal snijders op de dag. Ja, er rijden wel 2 politieauto's rondjes. Ja? Ja. Nou, laatst lekker rondjes omhoog. Ja, als wanneer ik dadelijk buiten kom, ik hou me wezenlijk stil. Ik laat het woord aan Ali en Max, want anders komt dat niet goed. Daarom zeg ik ook altijd, Appie interviewt niet graag mensen, maar dat komt niet goed. Wel een goede toezicht achter, ik ga het zoeken uit. Ja. We zijn momenteel bij de waaier. En ze hebben een gesprek in de carré. Dus dat is eigenlijk ook al... Hij heeft man naar binnen zien gaan. Ging die via deze kant? Oké. Achter die bus met CD. Ja. Dezelfde 3 auto's die we al gezien hebben. Ja. Zijn dezelfde 3. Ja, zeker hier alles goed. Bij jullie ook alles goed? Het is hier best warm, hoeveel graden zou het binnen? Hey. Fucking hell, hé. Hey. Komt door de zonnepanelen. Ja. Als soms hier de boel bestraald hebben, maar zo. Vangt hij ook zonne-energie op jou, hoor? Tuurlijk. Ja, tuurlijk vangt hij ze. Afdakje met paneel erop. Ja. Eigenlijk zouden we een rondje moeten lopen, want we hebben niet genoeg folders bij. Dus mensen, dit is de UT in Enschede. Gigantisch groot. Waar de timmerman aanwezig is. Even kijken. Ja, ik had er weinig van, die timmerman. Ja, daarom zeg ik ook de timmerman. Dat is de enige wat hij kan. Ja. Je moet er allemaal rebellen, want je mag hier het niet parkeren. Het toch niet iedereen. Ja. Door de bounce. Ja. Ja. Ah, op hun manier zijn ze toch... Ja, hoe noem je dat, Max? Rebels. Opstanden. Kijk. Het is hier... Burgerlijk of gehoorzaam, dat wil ik zeggen. Kijk. Het is hier een tering zo in het fietsen. Ja, dat is wel goed teken. Ja, zeker. Wees je ook niet echt de bus altijd in de buurt zo te zien? Nee. Even lopen zijn. Zullen we een rondje gaan lopen? Want dit is de toekomst, hè? Hier zijn internationale studenten aanwezig. Hier om innovatie. Elk land, ze zitten hier uit elk land. Je hebt hier de robotafdeling, de nanoafdeling, je hebt hier van alles. Ja. Technohal. Hier worden de politiedrones ook allemaal ontwikkeld. Is dat nou dezelfde beveiliger als net? Of hij lijkt erop. Ja, lijkt hem wel. Niet dat we naar binnen kunnen lopen zo. Of nee, dat kan niet. Even proberen. Even proef op de zon. Hij heeft jou gehoord, hij staat al voor je klaar. Staat al voor je klaar.
Want jullie met jou zitten met elkaar. Ja. Waarom? Waarom? Is het geen gastvrije universiteit? Ja hoor. Zijn jullie niet filmen? Hey, van camera afleiden, mijn vriend. Ik film hem. Nou mensen, jullie hebben gezien, je zat aan mijn camera, er wordt weer een schadevergoedingje, want dat ding is kapot. Mijn stabilisator. Waarom zijn we niet welkom? Waarom niet? Nou, we zijn hier niet welkom, zegt hij. Ik wil wel graag meneer zijn naam weten. Die we daar even over kunnen spreken, we zijn hier gewoon op uitnodiging. Dus, aan het begin bij de receptie kunnen jullie vragen waarom jullie niet welkom zijn. Maar meneer wordt meteen weer handtastelijk. Ja, lopen we daar even naartoe, want ik wil het wel weten. Waar is dat? Hoe heet het daar? Bij de ingang. Best vrijheid is hier wel te zoeken. Eén ding, hè, maar je mag hier rustig zitten, is geen probleem. Alleen in de huisregel staat dat je niet op de campus gefilmd mag worden zonder toestemming. Je moet even wel stoppen met filmen. Oké, kijk, hij is netjes. Je bent asociaal. Nee, hij is asociaal, want hij is wel.